Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze hele mooie dubbele koolsjaal kunt maken. Dus deze wordt twee keer om de nek gewikkeld. Hij is aan de onderkant zilverkleurig en in het midden heb ik dan mint. Dus één bol wol. Ik heb de sjaal gehaakt met een 6 mm naald in halve stokjes. Behoorlijk makkelijk te doen. Het is ongeveer 18 centimeter breed en zoals gezegd gaat hij dubbel om de hals gedragen worden. Lekker zacht, dus perfect voor de aankomende winter. En wat je nodig hebt en hoe je de sjaal kunt maken ga ik je nu natuurlijk laten zien. Zo, dit is de wol die ik gebruikt heb. Lion Brand Scarfy wol is het. En één bol is precies genoeg voor één sjaal. Even kijken waar de details zo staan. Dit is trouwens het kleurverloop. Niet heel uitgebreid of bijzonder of zo. Het is gewoon twee kleuren. 150 gram. 22% wol. 78% acryl. En dat is 285 meter aan wol. Dus dan geef je hier aan voor 6,5 mm voor je naald. Nou, ik heb deze gebruikt, dus 6,0 zoals ik gezegd heb. En heb ik nog een meetlint bij me. Ik heb de kleur 217, dat is mint / silver. Zilverkleur. En dan kan ik gaan beginnen. Tenminste, als ik het begin kan vinden. En om te beginnen ga ik een aantal lossen opzetten. Daarvoor neem ik de wol zo op mijn hand, wikkel er om mijn vingers heen en deze draad haal ik er zo tussendoor totdat hij op deze manier op mijn naald zit. En het handige van deze wol is dat je maar één bol nodig hebt en dus twee draadjes maar hoeft weg te werken als je klaar bent. Ik begin ondertussen met het opzetten van lossen. En ik ben nu niet aan het tellen of wat dan ook. Ik heb geen bepaald aantal nodig. Ik zet er gewoon zoveel op dat ik de lengte heb die ik hebben wil. En dat zal zo'n 120, 130 centimeter worden. En je kunt dit natuurlijk zelf aanpassen aan de lengte die jij prettig vindt. Maar ik denk dat ik zo'n 130 centimeter. Yes, 130 centimeter kwam mooi uit. En wat ik nu ga doen is dit stuk zo plat op de tafel leggen. Ervoor zorgen dat er geen verdraaiing in zit. Dus de V'tjes liggen allemaal dezelfde kant op. En als dat dan zo gedaan is, dan pak ik de andere kant erbij met de naald. En dit ga ik verbinden door de naald hier in de allereerste losse te steken. Dan heb ik hier de draad, die leg ik weer op mijn hand. En die draad wordt door allebei de lussen op mijn naald getrokken. En dan is de ring van mijn koolsjaal gesloten. Heel simpel. En nu gaan we verder met het patroon. Twee lossen voor de hoogte beginnen we mee. En dan ga ik in de volgende losse insteken. En daar haak ik een half stokje. Ik neem daarvoor een omslag. Ik steek in. En dan haal ik de draad door alle drie lussen op mijn naald. Dus omslag, draad halen door alle drie. En zo ga ik helemaal rond totdat ik weer aan het begin van de cirkel ben. Dus tot ik weer hier zo aangekomen ben bij die. Ik ben weer bij het begin. Ik moet de boel afsluiten. En dat doe ik door hier om deze lossen heen een halve vast te haken. Hier zo zie je dus hoe het patroon er ongeveer uit komt te zien. Wordt nog duidelijker. Ik neem weer twee lossen voor de hoogte. En in plaats van dat ik hem hier zo aan de bovenkant in die V'tjes steek, neem ik een omslag en steek ik hier zo diep in tussen de twee halve stokjes. En daar haak ik dan weer een nieuw half stokje. Dus omslag, hier insteken en het halve stokje haken. En ook zo ga ik natuurlijk weer helemaal rond.
Let er wel op dat je niet te strak haakt. Anders dan wordt hij een beetje uit verhouding. Dus altijd dezelfde spanning op je draad houden. En hier zo lijkt het nu, omdat we het diep hebben ingestoken, alsof de halve stokjes groter zijn dan in de voorgaande rij. Dat is echt alleen maar door de plek waar we ingestoken hebben. En zo ga ik weer tot het begin. De tweede ronde is klaar. Hier zo zie je waar ik ben begonnen. Ik heb weer een halve vaste nu gedaan. Ik neem weer twee losse voor de hoogte. En ook in deze ronde ga ik weer diep insteken tussen de halve stokjes van de vorige ronde. En ik blijf in halve stokjes haken. Zo ga ik door totdat ik bijna geen wol meer over heb en dan rond ik de sjaal af. Ik ben een heel stuk verder. Bijna klaar. En je ziet het kleurverloop met deze baan mint al tevoorschijn komen. Steeds diep ingestoken en zelf patroondekken laten zien. Aan de zijkanten een beetje zilverkleurig. Het mint is een beetje een dunnere streep geworden. En ik heb alleen dit kleine stukje wol nog over. Ik weet niet exact of ik daar nog heel ver mee zou komen als ik nog een hele ronde moet doen en dan af moet sluiten. Dus ik ga hem alleen afsluiten. En dat doe ik door helemaal rond te gaan in halve vaste. Daarvoor steek ik hier zo in. En haal de draad gewoon door. En daardoor komen hier deze V-vormpjes bovenaan als afsluiting te zitten. Zo ga ik ook weer helemaal rond. En dit komt dan net weer in mint tevoorschijn. Dus dat is wel een mooie afsluiting zo voor de sjaal. Ik ben bij het begin aangekomen. En nu kan ik de bolwol los gaan maken. Nou ja, bolwol is toch bijna niet meer te noemen. Draad kan ik eruit halen. En dan heb ik hier zo een gat, mag ik het eigenlijk niet noemen. Maar het ziet er een beetje onregelmatig uit. Dus daarom stik ik hierin en dan haal ik de draad zo er doorheen. En dan trek ik hem deze kant op. Steek ik hem hier zo erin. En daar trek ik de draad dan doorheen. Zo. En zo is een nep V'tje ontstaan. Zo valt het minder op waar we uiteindelijk zijn gestopt met haken. Hier zo zie je trouwens wel de naad van waar ik steeds ben begonnen aan een nieuwe ronde. Die komt zo schuin te liggen. Maar ja, omdat je de kolsjaal dubbel draagt, maakt het niet zo heel veel uit. Dat kan je makkelijk een beetje wegmoffelen in een van de vele vouwen die in de sjaal ontstaan. Hier ziet het kleurverloop eruit, dus met de dunne mintkleurige baan en grijs aan allebei de kanten. Heerlijk zacht is de sjaal geworden en ik hoop dat je deze video leuk hebt gevonden. Als dat zo is, geef me een duim omhoog of laat een reactie achter. Ik hoop ook dat je abonneert op dit kanaal en als je dat doet, klik dan op het klokje naast de abonneren button, zodat je nooit meer een video van ons mist. Dan zie ik je in de volgende video weer. Tot dan en dag!